Remco! Ja.
Zes. Eén. Laat me zien. Akkerman, snelle man. En het lang verwachte Belgische profdebuut van Remco Evenepoel. Na een debuut in... ...en Rudiger Steenig. Deze jongens komen niet zomaar aan de start van Patrick Kommer. Poesson hier, alle nieuwe honderd doelen. Haal die Pascal Akkerman dan in de gaten. De regering Duits kampioen. Heel snelle jongen. Haal zijn naam voor straks, want hij wordt getipt als een van de grote kanshebbers op een mogelijke nieuwe zege van de ploeg die Koenig Quickstep. Ze zijn in de winning mood. Al mooie dingen laten zien in de koersen die al gereden heeft. In Argentinië bijvoorbeeld. En nu klaar voor zijn allereerste Belgische profkoers als lid van de Koenig Quickstep. En daar zijn we heel blij mee. Zet me niet op van de Pipa. Eigenlijk wil ik wel weten dat ze het moeten zien. Paniek. En zo is de 74ste Nokerekoers vertrokken voor 195 kilometer. Daar op de markt in Deinze aan de Leie. Waar nog altijd een slordige 31.000 Deinzenaars wonen. Deinze, al 105 jaar de thuisbasis van de Oost-Vlaamse wielertrots. KVC Deinze. Mattia Ville is een Italiaan, Otto Vergaarde, de Pistier, Axel Journiot en Johan Ofredo zijn twee Fransen. En David Boucher is een vroegere Fransman. Dat is de samenstelling van die kop.
niks van, hè? Dat is nog niet op. We verdienen €1500 op het einde van de dag. Voor hij die dat nevenklassement in de wacht kan slepen. Sinds Saint-Quentin-en-Yvelines 4 jaar geleden nog op het podium stond met Jasper de Buist in de Madison toen. Ze waren toen goed voor brons.
een reuzenpint op het podium? Wel, ik ben naar het supportersfeest van Jasper Philipsen geweest en daar werd nog menig alcohol exemplaar gedronken, moet ik eerlijk zeggen. Maar ter zake, José, de Herlichemstraat. Dit is een heerlijk stukje. En keren, smalle wegen, het bekende recept van een koers in Vlaanderen. En na de kasseistrook de mannen van Trek Segafredo met een pion of drie. En daartussen dan de Corendon Circus troepen van Mathieu van der dorp is eigenlijk Mathieu van der Poel. Die was het best gequoteerd. Er zijn, of het slecht gequoteerd, hè? Er is minstens aan te verdienen. Dat zijn... Een beetje druk zetten vanuit achteruit naar die kassei toe. Er net een heel die renners van de Koning Quickstep vooraan en dan is het toch een beetje paniek. In het peloton. Ja, de met voorsprong bekendste naam is de man die... Kom nu, ik kruis uit en binnen. Daar de rotonde gaan we straks. Straks, waar ze nu naar rechts gaan, gaan we straks naar links. Dan hebben we nog een heel eind, nog een hele avond. Dat wist jij? Dat wist ik, ja. Dat is groot op televisie geweest, ja. Met Bart de Wever als burgemeester daarbij. Heb jij aandelen in de Antwerpse haven? Katyusha werden genoemd, een soort artillerietype. Weet je wat Katyusha betekent in het Russisch, José? Nee, zeg het. Schatje. Schatje? Voilà. Ja, ik had dat deze week nog gelezen, vorige week dan. Niet dan. Mannen gemotiveerd met een goede lasboom. Voordat de koers daar bezig gezien. Ja, in Le Samin was voilà. Boom al heel actief. Ja. Hier voor Alex.
23 jaar. Fransman geboren in Saint-Malo. Keggio. Si. Machiavel. Geboren en getogen in Turijn. Ja, ook hier problemen voor de man van Direct Energie. Junio eraf. Dus 2 jaar geleden. Het is hier met... Hier Remco Evenepoel in een poging om terug te keren. Met Stan de Wulf daar ook in dat groepje. Dus Evenepoel opgehouden. Door die val nemen we aan. Ja, dat zijn al inspanningen. Die kosten al... Hij kwam hier vorig jaar 2 keer ten val in de junior. Dit is zijn eerste eendagskoers uit zijn profcarrière. Dan krijgen we toch wel een mooi beeld van wat dat plaatselijke parcours, vooral die laatste plaatselijke rondes, inhouden. Smal, bergop een beetje, golvend op af, wat kasseien. De Huizenpont weg. Richting Wannegem-dorp. Ja, en in Wannegem-dorp krijgen we dan nog een strook. Daar komen we dan af op 9. Klassieke beeld van de Huizenpontweg, maar dan in omgekeerde richting. Comfortabel in deze fase nee, van de koers. Nee. Het was een proberen, het was een even uitkijken. Mathieu die... Dat is het probleem. Hij kan zich niet bedwingen, José. Daar komt hij. Hier komt Mathieu van der Poel. We zullen het maar zeggen. In zijn eerste actie ooit op Vlaamse kasseien in het voorjaar. De Nederlandse kampioen Mathieu van der Poel gaat even demonstreren. Kijk, even die beentjes losgooien, versnellen en achterom kijken. Wat... In elk geval al even iets laten zien. Ja, ja. Een eerste flits, Mathieu van der Poel, maar boom. Ja, werkt was, nu verder. Fjell wordt opgeraapt. Ja, het is Serie die nu gaat doortrekken. Het is even omkijken. Ik denk dat ze bij de mannen van de Koning Quickstep gezien hebben. Boom deed teken naar toeschouwers daarom een stuk. Serie. Senechal, denk ik. Serie in het spoor. Ja. Of is het... Ja, Serie in het spoor. Links om de hoek zie je de aankomstlijn liggen.
voor beide boekmakers. En hier is dan de laatste rechtploegmakker nu van Mathieu van der Poel. Ja, ze voelen de buier hangen. Ze gaan elkaar feliciteren. Boucher en Offredo. En Otto Vergaarde. Het was leuk. Het was goed. Bedankt. Tot ziens. Bedankt. Tot ziens. Ja, maar in ieder geval zijn ploeg goed in beeld gebracht. Straks speelden ze al zien na afloop. En hier de versnelling van Remco Evenepoel. En Tom zegt Remco Evenepoel. En nu nog renners vinden die willen overnemen. Stilleggen. De langste strook, de Huizenpontweg. En weer een pion. Beeld kan dat wel tellen. Is Plankaart daar nu in tempo maakt, die jacht maakt op de ontsnapte man. Ai. Moet je niet. Had net niet dat opwippertje gemaakt. Hij zit wat ver. Hij toch proberen? Hij gaat het proberen. Aanval van Lars Boom in de laatste 5 kilometer. En daar zit wat op. Dat is een kapitein van Amerika.
En Van der Poel ligt erbij. Daar ligt die Mathieu. Spijtig einde aan zijn voorjaarsdebuut. Laat ons hopen. Walscheid. Nu Lars Boom, Evenepoel. Allemaal natuurlijk niet betrokken in die valpartij. Zaten veel verder. Stenen knallen, hier is alles nog pijs en vree. Maar dan. Daar valt hij eigenlijk al voor de stenen. Het is ja, de man van... Daar komen al een beetje. En dan gaat ja. Mathieu er nu over. Oeh, kijk niet eraan. Dat is drie keer rondom. En dan rijdt er nog een renner tegen hem van CCC. Ja, dat is Koch. Het zijn nog altijd Mathieu die daar blijft liggen. Tjoe toch. Heel trieste zaak voor zijn voorjaarsdebuut. Dat het op deze manier moet eindigen. En de manier waarop hij zijn arm houdt, wel ja. We kennen dat intussen. Het zou heel jammer zijn mocht hij hier een sleutelbeen breken. Hier nog iets meer uit. Ja, eigenlijk is daar een renner die laat lopen. En dan krijg je op die manier... Een